Over Flevoland gesproken met Jeroen van der Laan. Goeiedag. Flevoland heeft grote economische ambities aan het water. Bij Lelystad begint de overslaghaven Flevokust vorm te krijgen. En ook de plannen voor de buitendijkse maritieme haven bij Urk worden steeds concreter. En een opvallende rol bij die twee projecten is weggelegd voor de provincie. Gedeputeerde Jannieke Alperman, de gedeputeerde van Economische Zaken. U gaat ook over de maritieme strategie. Dat moet ik altijd denken aan Michiel de Ruiter of zo. Maar, dat zijn hele positieve gedachtes. We kunnen inderdaad zeggen dat duidelijk is dat Flevoland de kansen aan het grijpen is. Op het gebied van aan de waterkant, zou ik maar zeggen, economisch gezien. Dat is helemaal juist, Jeroen. Ik zeg wel eens met een grapje, bij het ontwerp van Flevoland zijn ze de havens vergeten. Hè? Dat is eigenlijk een foutje van Lely, zeggen we wel eens. En dat gaan we nu herstellen. De inhaalslag. Dat is een inhaalslag, maar tegelijkertijd ook een hele belangrijke toevoeging aan het vestigingsklimaat in heel Flevoland. En we zijn bezig inderdaad bij Lelystad, samen met de gemeente bij Flevokusthaven. En de maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland. Die zijn we nu in de besluitvorming aan het brengen. Ja, en opvallend is dat in beide gevallen het de gemeente Lelystad en Urk in eerste instantie niet lukt om die projecten van de grond te tillen. Terwijl dat afhankelijk eigenlijk wel de ambitie was daar. En de provincie moest dan inspringen om eigenlijk het beslissende setje te geven. Anders waren toch twee keer die projecten waarschijnlijk in schoonheid gestorven. Wat zegt dat? Nou, dat we gezamenlijk met de gemeentes goed moeten samenwerken om ontwikkelkracht te hebben in de regio. En dat we elkaar in die ambities ook voortdurend moeten blijven steunen. En dus samenwerken, samen ambities formuleren en dan ook samen die uitvoeringsstrategie vormgeven. Ja. Dat is heel cruciaal. Want dan kun je, als het ergens even tegen zit of even niet goed loopt, dan kun je elkaar helpen en ondersteunen. Maar vindt u het ook logisch voor de provincie als overheidsinstantie om in dit soort projecten te stappen? Ja, zeker. Wij zijn er ook voor de structuur van de economie. En dit zijn nou bij uitstek investeringen die de structuur van de economie voor langere tijd gaan verbeteren. Nou, en daar zijn wij ook voor. Ook wel een buitenkans misschien voor de provincie om het bestaansrecht nog een keer te beklemtonen? Nou, dat niet zozeer. Dat zou een hele verkeerde motivatie zijn. Het gaat echt ons om de inwoners en de bedrijven in de regio en in de provincie echt op een hoger plan te zetten. En dat doen we samen met onze partners en in dit geval de gemeentes. Project Flevokust bij Lelystad is op dit moment het verst. Flevokusthaven spreekt u tegenwoordig over. Dat begint nu echt tot ontwikkeling te komen. Ja. Ja, nee, dat klopt, Jeroen. Flevokust is aanbesteed. De aannemer is volop bezig. Je ziet het letterlijk en figuurlijk boven water komen. Binnenkort wordt ook gestart met de golfbreker. En dan wordt het allemaal nog tastbaarder. Lelystad heeft ook de binnendijkse terreinontwikkelingen aanbesteed. En aan het eind van het jaar dan zal CTU Lelystad de operatie ook op de haven gaan draaien. Ja, en er worden al goederen overgeslagen daar. Ja, dat is een hele mooie ontwikkeling. Met dank aan de medewerking van Engie op het energieeiland bij de Maxima-centrale draait CTU nu al een containeroverslag. En dat bewijst ook dat er ook heel veel vraag in de markt is. Ja, en dan de maritieme servicehaven Urk. Daar is men op Urk eigenlijk al sinds ongeveer 1990 mee bezig. Om er even de lange aanloop goed onder ogen te zien. Beslissende setje kwam toch op het moment dat ongeveer een maand geleden gedeputeerde staten zeiden. Nou, we gaan 7 miljoen uit de Zuiderzeelijn gelden daarvoor beschikbaar stellen. Kleeft er eigenlijk ook een groot financieel risico voor de provincie nog aan? Want u staat ook garant voor als er extra geld nodig is. Voor de aanbesteding. Ja. Hè? Dus wij gaan risicodragend ontwikkelen. Precies. Daar gaan we 19 juli in de Staten met elkaar over praten. En dan hoop ik dat de Staten ook het investeringsbudget daarvoor geven. Daar zitten natuurlijk risico's aan. Die zal ik met Provinciale Staten bespreken. Ik zal ook bespreken met hen wat die risico's zijn en wat de risicomaatregelen zijn. Maar al met al denken wij dat qua investering het project nu rond te maken is. Want u weigert te zeggen hoeveel de provincie in totaal hiervoor beschikbaar heeft, hè? Ja, Jeroen, wij moeten nog een aanbesteding doen. Dus we moeten nog de markt op met het project. En iedere vorm van loslippigheid over het totale investeringsvolume wat hiermee gemoeid is, dat zou die markt ook verstoren. Maar we kunnen wel aannemen dat het om miljoenen gaat. Ja, tientallen miljoenen. Ja. En dat kan de provincie. U bent daar niet bang voor om daarin te stappen? Wij hebben de business case rond. En dat is wat ons betreft voldoende waarborg om het besluit te nemen. En de noodzaak van die haven, die is er daadwerkelijk? Nou, het is een hele duidelijke vraag uit het gebied. Door ondernemers ook. Economisch gezien kun je stellen dat het maritieme cluster aan het groeien is. En er is gewoon geen plek meer in de oude haven. En als ze niet kunnen groeien op de locaties waar ze nu zitten, dan vertrekken ze gewoon uit de regio. Nou, en daarmee is het niet alleen een vraag van hoeveel arbeidsplaatsen creëer je
door deze ontwikkeling in gang te zetten. Maar ook een risicoafweging. Want als je besluit het niet te doen, dan vertrekken die bedrijven. Maar is het aan de andere kant, als die ontwikkelingen dan dusdanig zijn, niet gek dat er vanuit marktpartijen niet voldoende belangstelling is om hierin te stappen? Dat u dat als provincie moet doen? Nou, die belangstelling is er wel degelijk. Want we zijn natuurlijk. Maar niet al voldoende heel, om het businessplan te krijgen van de provincie. Dat klopt. Dat was bij Flevokust ook. Hè. Uh-huh. De omstandigheden om zo'n haven aan te leggen, die zijn zeer uitzonderlijk. Dus er zit wat wij noemen een zekere onrendabele top is in. Ja. Die dekken wij af middels een subsidie. Maar voor het overige worden daar gewoon marktconforme pachten en betaald door de ondernemers. Het feit dat er dus een buitendijkse haven in ontwikkeling is bij Lelystad en bij Urk, zijn dat geen twee concurrerende projecten? Nee, het profiel van de havens is volstrekt duidelijk. Bij Urk gaat het om een maritieme servicehaven, waar er allerlei maritieme servicegerichte activiteiten rondom scheepsbouw en aanverwante activiteiten plaatsvinden. En Lelystad heeft een heel duidelijk logistiek profiel met logistieke dienstverlening en containeroverslag. Ja, dat was voor de provincie ook een belangrijke voorwaarde om erin te stappen. Dat was een hele keiharde voorwaarde, omdat als je dat profiel niet helder met elkaar vastlegt, ja, dan ga je elkaar concurreren en dan heb je in zo'n totaliteit geen havenontwikkeling. Daar kom ik verschillende namen tegen voor die maritieme servicehaven. Flevoport, Port of Urk, maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland. Wat wordt het nou? Nou, waarschijnlijk wordt het iets van Flevoport, maar dat is iets van later zorg. Voor ons als provincie hebben we het altijd als werktitel meegegeven, maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland. Ook omdat je ook en effecten ziet die breder zijn dan alleen voor Urk? Dat is misschien wel goed om dat nog even aan te stippen. Het is geen Urker ontwikkeling. Het wordt wel door ondernemers vanuit Urk aangejaagd, ja. Maar het belang, het economisch belang, dat is het belang van de hele regio. En dat zie je ook wel in het arbeidsmarktonderzoek wat we hebben gedaan. Tussen de 400 en 500 arbeidsplaatsen zag ik. Ja, en de directe werkgelegenheid. Hè. Zeg maar, nou, laat ik het anders zeggen. Stel dat er 300 directe arbeidsplaatsen mee gemoeid zijn. Ja. Die kan Urk nooit vanuit haar eigen arbeidsbehoeften in voorzien. Dus daar zullen ze ook de regio bij nodig hebben om alle gegenereerde arbeidsplaatsen die daar ontstaan ook in te vullen. Ja, er is nog een kleine complicatie, hè? Want een deel van de grond is in handen van het Rijksvastgoedbedrijf. Komt dat allemaal goed? Daar ga ik van uit. Wij werken natuurlijk ook in het verlengde van de maritieme strategie zoals die door het Rijk is vastgesteld. We hebben tot nog toe ook, als het gaat over de planologische medewerking, alle medewerking van alle Rijkspartijen gehad. Maar het is waar, er ligt nog een heel belangrijk discussiepunt met het Rijk, wat wel heel cruciaal is als het gaat over het in gebruik geven van de ondergrond van de haven. En hoeveel dat dan kost? Ja. Dus eigenlijk nog wel spannend dat. Ja. En natuurlijk de aanbesteding, hè, komend najaar, die wordt natuurlijk cruciaal. Ja. Vanuit Urk is er heel veel vertrouwen in dat dit project gaat lukken. U hebt over Flevokust wel eens gezegd, deze haven komt er. Durft u dat van de servicehaven ook te zeggen? Wij gaan meer dan 100% ons daarvoor inzetten. Maar er zijn nog drie cruciale besluiten nodig. Dat is inderdaad, wat je net al zei, de overeenstemming met het Rijk als het gaat over de condities waaronder die grond in gebruik wordt gegeven. En die overeenstemming moet er snel komen? Die overeenstemming moet er heel snel komen. Dan moet er een positief besluit genomen worden door Provinciale Staten over de investering. Ja, dat is 19 juli. En het inpassingsplan, hè, dus de planologie. En daarna, als dat rond is, ja, dan moeten we ook nog een geslaagde aanbesteding krijgen. Dat gaat dus spelen. Ja, dus dat worden nog echt drie cruciale stappen. Maar wat mij betreft komt die haven. Nou, ik spreek u vast nog wel een keer erover. Ja, zeker. Zeer bedankt, Jan-Nico Appelman. Dit was Over Flevoland gesproken en graag tot morgen maar weer.